Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Nancy, het is vandaag maandag, het is ongeveer 2:30, dus het is al lang, ik maak geen morgen meer. Maar ik ben thuis, ik ben inmiddels bij mijn moeder al. Ik was, ik ben hier nu net. We gaan straks even naar de winkel, want we gaan vandaag sushi maken zelf. Dus ik dacht, het is wel leuk om misschien even te vloggen. Dus dat gaan we straks even allemaal halen. Ja, hey Lola. Ja, gaan we straks even halen. En dan gaan we lekker sushi maken met zalm en zo. Even kijken wat we allemaal gaan doen. Dus ja, vanochtend ik was een beetje druk en ik had een klein beetje haast. Dus ik denk, ik vlog wel als ik bij mama ben. Want in de bus kan ik niet zo heel goed praten. Want dan hoor je niet zo goed. Dan hoor je altijd heel veel lawaai en zo. Dus ik denk, nou, dan begin ik wel gewoon bij mijn moeder. Dus dan gaan we dat lekker maken. Heb ik zin in. Ik heb dat nog nooit gedaan. En mijn moeder heeft dat ook nog nooit gedaan. Dus ja, dat vonden we wel leuk om het een keertje te proberen. Meestal halen we het gewoon. En ik ben wel benieuwd of het echt goedkoper is of niet. Dan als je het zal bestellen. En je kan natuurlijk wel bepalen wat je er echt in wil. Dus we gaan dat straks eventjes halen. Lola. Hallo meisje. Hé, hey, mama is daar. We staan even bij de Jumbo. Kijken wat voor sushi we gaan halen. Om te twijfelen even of we zo'n pakketje gaan halen. Die is €7,10. Of dat we rijst gaan doen met de sushi nori los. Want dan heb je natuurlijk meer rijst. En je hebt ook een pelletje meer. Dus ik denk dat dat beter is. Want volgens mij is het moeilijkste... Om de rijst. Oh, mama is daar. Volgens mij is het moeilijkste om de rijst te maken. Dus als dat mislukt, hebben we nog wat rijst open. En ook al gaat het goed, dan heb je ook wat rijst open. Dan kan mama misschien nog een keertje zelf maken. Zullen we dat doen, ma? Ja. En je hebt ook bij deze Jumbo in Groningen zo'n sushi ding. Dan heb je verse sushi. Dat is ook wel chill. Maar ik ga nu zelf maken. Dus we doen deze, dan hebben we 5. En deze. Dan moeten we even binnen de Albert Heijn om een matje te halen, want die hebben ze hier dus niet. Oh, en dit. Ja, we weten dus ook niet precies hoe dit moet. Maar we kijken wel. En moeders die had net wat laten vallen. Dat is alweer opgeruimd. Oké, we kijken eens even bij de zaal. Maar €7,75. En wat zijn moeders? Zo! Ja, nee, dan wordt het nog... We dachten dat sushi zelf maken goedkoper was, maar... Nou, het is wel leuk voor een keer, maar ik denk dat je veel makkelijker kan gaan halen. Dat is genoogste zaal. Oh ja, ik heb dat niet. Ik vind het niet lekker. Deze is wel duur of goedkoper. Het is met huid. Je kan wel, maar je de huid zo afhalen. Oh, ja. Kijk, dan kan je... Dit is dan toch goedkoper. En verdeliger. En ook wel lekker. Kijk, hier heb je van die verse sushi. Kijk, we kunnen gewoon deze namaken. Die. Ja? Die wil ik wel maken. Ja. En deze wil ik dan maken. Ja. En misschien verder moeten we kijken. Ja, misschien eens kijken. We zijn weer thuis van de winkel. Ik wou ook laten zien wat we nou uiteindelijk hebben gekocht. We hebben dus van die velletjes gekocht, van die nori. Er zitten 5 in. Dan hebben we zo'n grote pak rijst gekocht. Zodat ze wat mislukt, dan kunnen we nog overdoen. En anders dan voor een andere keer. Dit hebben we gekocht. Volgens mij moet het er doorheen. Een klein beetje. Dan hebben we voor de... Dat is voor buitenkant. Voor de rijst en zo. En dan hebben we nog van die matjes om het te rollen. En voor in de sushi. Nou, we gaan zalm hebben we gekocht. We hebben gewoon uit de vries gekocht. Want dat was wat goedkoper. En komkommer hebben we gekocht. We hebben een bakje zeni gekocht. We hebben er ook een beetje in doen bij eentje of zo. Wil even kijken. We hebben avocado gekocht. Gebakken uitjes. Dat willen we er omheen doen. Dan hebben we van die krabben sticks gekocht.
Oh ja, en we hebben panga filet gekocht. Want dat, als het goed is, de sushi-restaurant waar wij wel eens zijn geweest, die heeft hele lekkere met panga. Dus ik weet niet precies hoe ze het gaan doen, maar we gaan proberen om dat een beetje na te maken. En wat we ook hebben gekocht is zo'n garnalensalade. Want je ziet ook dus bij van het kant-en-klare dat we er iets van een salade in hebben. Een tonijnsalade of hoe heet dat? Zalmsalade of zo. Maar wij vonden garnalensalade wel lekker. Dus dan gaan we ook gewoon even proberen. En dan misschien met komkommer of zo. En we willen iets kijken of we iets met zeewier gaan doen. Weet nog niet precies hoe. Maar we gaan gewoon even kijken. We gaan het gewoon even uitproberen. Want ja, we hebben het natuurlijk nog nooit gemaakt. De prijs was uiteindelijk wel iets van 22 euro. En als we het halen. Ja, als we het bij een sushi restaurant onthalen ben je wel ietsjes meer kwijt. Maar we gingen laatst ook een keer eten bij zo'n fast food hal of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar dat kun je ook bij de Jumbo kopen. Dat is zeg maar verse sushi. Maar dan. Het zit wel al in bakjes, maar het wordt vers gemaakt, zeggen ze. En dat is vaak ook wel wat lekkerder. En dat hebben we toen ook gehad. En toen waren we ook iets van 20 euro kwijt. Dus qua prijs is het niet veel goedkoper wat we tot nu toe hebben. Maar ik weet niet hoeveel we precies krijgen. Dus zullen we straks even kijken. We gaan nu eerst even met Lola lopen. Zo, even lekker wandelen met Lola. Even wandelen, kom. Ja, gaan we even wandelen. Doe maar. Kom maar, Kitty. Kom je ook mee? Kitty, Kitty ook even mee. Kom maar, gaan we even een rondje lopen. Kom maar, Kitty. Kitty loopt ook gezellig mee. Het rijst is aan het koken. Het ging er net bijna overheen, maar ik hoop dat het goed gaat. Dan moet het straks nog zonder vuur. Oké, ik heb de komkommer even geschild. En dan heb ik hem doormidden gedaan. En dan heb ik dat speelwerk zeg maar eruit gehaald. En dan heb ik hem in reepjes gedaan. Nou, ze zijn niet helemaal gelijk. Maar ja, het is zoals het is. Oh, wacht even. Moet ik dit ook voor de lies net? Ja, dan wordt de panga wat gekruid. Wil je dat? Of wil je dat? Anders is het misschien een beetje flauw. Ik ga een beetje doen. En mama is hier de panga filet aan het bereiden. En we doen ook een beetje van de kruiden op. Ja, dit is echt een probeerseltje. Want ja, hun doen het met panga. Maar ja, er staat er natuurlijk niet bij hoe ze dat doen. Dus we doen gewoon wat. En dan kijken we wel of het lekker is. We hebben net die surimi sticks of zo. Hoe heet dat volgens mij? Die krabsticks. Deze. Dat hebben we net even door de helft genomen. Dit is eentje, zeg maar. Het zit ook los verpakt. Dat is wel grappig, wist ik niet. Doormidden gesneden, anders is het een beetje veel. En even kijken hoor. De rijst hebben we eruit gehaald. En dan gaan we nu van dat spul. Ik laat even zien wat ik bedoel. Dit gaan we er nu doorheen doen. Ik weet dus niet precies hoeveel. Het zat niet op. Maar in dat pakketje zeg maar, er zat op dat er 40 milliliter in zit. Dus ik gok erop dat het 40 milliliter moet zijn. Ja, dat plakken, dat is natuurlijk voor plakken. Nee, het is voor smaak. Oh, Ja. En als het goed is, hoop ik dat de rijst een beetje goed is. Want dat is denk ik het belangrijkste. Want de ingrediënten zijn verder wel goed. Nou, dan moeten we even kijken. De zalm moet dan nog straks gesneden worden. En avocado en die vis. En dan zijn we er wel een beetje, denk ik. Nou, volgens mij, het gaat niet helemaal zoals het moet. Wij zijn ook helemaal niet zo handig. Hierboven moet je vrij laten. Onze kokkin. Nou, Zij is de kokkin. wat? Inderdaad. Zoiets. Maar nou is het helemaal niet gelijk. Daar moet nog wat.
Ja, ja. Maar hoe moet ze het? Help. Ja, dat kan niet. Jawel, kan wel. Ik kan niet helpen. Hoe moet ik dit doen? Gewoon je gevoel afgaan. Oké, waar is de telefoon? Dan bel ik nu een... Je telefoon ligt hier. Kijk. Dan bel ik wel een restaurant. Ik wil nu sushi. Oh, het ruikt wel naar sushi. Ja. Zo? Ja, ongeveer. En nu? Ik pak er een keukenrol. Zal ik hem eerst hem uitdoen? Ja. En dan heb ik geleerd dat je hem om moet draaien. Dat heb ik nu gedaan. Nou, is niet helemaal gelijk. Dan gaat er een beetje, doe ik hier een beetje mayonaise op. Dan gaat er zo'n stikje gaat er op en een komkommetje en een avocado. Zo gaan we deze maken. Ik heb nou mayo op, dan doe ik die erop. En dan die pas niet. Nou, een stukje vanaf. Zo. Oh ja, komkommer. Oh. Nou, wel een mooi gelijkstuk. Zo. Normaal gebruik je mes, maar dat doen we niet. Zoiets. En dan avocado. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan, maar goed, dat maakt niet uit. Dit is wel een beetje een heel dik stuk. Dan knip je er een stukje af. Knip het wel even voor mama. Zo. Ik weet precies wat ik aan het doen ben. Ik doe het elke dag. Een restaurant loopt fantastisch. Het gaat helemaal niet zoals ik het wil. Nou, denk zo. En nu moet ik rollen. Succes. Moet dit nou weer doen? Oh ja, die rijst zit onder, als ik het vergeten. Ja, eigenlijk horen dat volgens mij wat langere stukjes te zijn. Maar dat is die afgekend, dat ik. Maakt niet uit. Shit, ik heb een beetje. Wacht. Even wachten, mensen. Ik ga zo terug. Dit is mijn eerste rol in mijn hele leven. Dat is mijn eerste rol in mijn hele leven. Dus dat mag een beetje verpesten. Oh ja, ik heb wel iets verkeerd gedaan, bedenk ik me nu. Ik had hem nu wel helemaal moeten doen. Wat? De rijst. Als je andersom rolt, ja, dan moet dat niet. Hm. Dit is het. Dit is de rol. Dit klopt niet. Er zit veel te weinig rijst. Nou, dit is onze eerste mislukte rol. Anders kan ik niks. Nee, dat ben ik dus... maak even uit. Nou, mama doet nu even een poging, maar die van mij is helemaal mislukt. Ching hong heng. Het doet wel een beetje veel, denk ik. Het moet helemaal, hè? Oh! Hier ook nog? Ja, het moet helemaal tot hier. Oké. En je moet met die rijst 4 rollen maken. Nee, dat lukt niet. Nee, dus ik snap het niet. Misschien te veel van de spul gebruikt. Ja, maar dan had het toch nog steeds niet. Nee. Het moet ongeveer 1 centimeter hoog. Nou, ik snap er helemaal niks van. Tot zover. Gaat het goed.
Wat een groot ding. Ja, dat moet ook wel. Nou? Zoiets, ja. Oh, en dan moet je, je had het einde, moet je een beetje nat maken, zodat het gaat plakken. Volgens mij is Josef veel zo rij niet. Nee, het is wel goed. Ja, dit moet, nee, dit moet je een beetje plakken. Maar volgens mij plakt hij alles, dat plakt, ja. Als hij nodig. Nou, en dan? Ja, dan moet je ook op die bord. Als je die bord in wil geven. Nou, dan hebben we twee. En dan hebben we twee rollen. Heb je hem? Ja, nou, en nu is de rijst op, hè? Ja. Dan gaan we eerst met dit even proeven, denk ik. Het is helemaal verpest. Ja, het is volgens te groot, die rol. Nee, dat is wel, nee, die rollen zijn niet te groot. Als heb je alleen maar kleintjes, dan zit je niet vol. Nou, het is ons niet echt helemaal gelukt. Ik denk ook niet dat wij dit nog een keer gaan doen. Het eerste, het is €20, zelfs een beetje meer. Ja. En het is ik haal het denk ik de volgende keer. Wij zijn sowieso niet echt keukenprinsesjes, maar ja. Nou, echt ach ja. Nou, we gaan het even proeven. Jappie. We hadden ons zo verheugd. Nou, we hebben die sushi even opgegeten. We hebben het gewoon als een burrito bol opgegeten. Ja, het was zo'n gedoe om te eten, dus ik kon dat niet echt makkelijk filmen. De smaak was trouwens best wel goed. Eigenlijk dachten we dat we veel te veel van dat, ja, rijstazijn of zo in hadden. Maar ik heb dat nu met die combinatie alles bij elkaar niet meer teruggeproefd, echt. Jij? Nee. Niet zoals als we daar eten. Nee. Dan misschien hadden we weer vis in gemoed, ik weet niet. Ja, maar ik bedoel die azijn, wat zo stonk. Oh, nee. Dat proefde je niet echt meer, hè? Nee, ja, er had misschien ietsjes minder ingekund, maar ja. Niet veel minder, denk nee, ik, hoor. Nee, het komt ook wel plakken, hè? Ja, en door alle smaak, het neemt in zich op of zo, nou ja, goed. En de smaakcombinatie was ook niet echt vies of zo. Alleen, persoonlijk zou ik het niet weer maken, ongezien het is best wel veel werk. En het was niet goedkoper. Nee. Het was nu ook boven de €20. En als wij dat gewoon bij zo'n foodmarket, heet dat volgens mij. Foodmarket is het volgens mij. Gewoon halen. Dan ben je dat ook ongeveer kwijt voor twee personen. En dan is het gewoon klaar. Het enige nadeel is dat je nu precies weet wat je erin doet. Dus je kan het nu best wel gezond maken in principe. Want ja, misschien doen hun er wel suiker in of weet ik veel wat. Dus dat is het enige. Dus we hebben nu allebei één zo'n rol gehad en nou, we bakken die zalm, die bakken we gewoon even op. Ja, en de rest kijken we wel even wat we ermee doen. Maar nee, die van mij was echt heel erg mislukt, maar ik had me ook even vergist, want ik was vergeten dat ik hem om had gedraaid dat ik dan wel helemaal rijst moest doen. En ik dacht dat de rijst voor vier rollen waren, maar het was dus voor twee rollen, denk ik. Daarom, ik had best wel weinig gebruikt en ja, anders hebben we niet genoeg. Maar het was leuk om een keer te proberen. En nu weten we hoe het is. Oh ja, die kan je wel bewaren. Ja, een keer wel. Ja. Kijk, deze, dat is nog best wel lekker om dat zo te eten. Of nou ja, je kan het ook met brood doen of zo, misschien met mayonaise, weet ik veel. Terwijl we hebben dit al een keer eerder gehad. Toen hadden we het gekregen. En ik weet niet meer wat we ermee hadden gedaan. Of we dat hadden gebakken of hadden gekookt of iets. Iemand anders heeft het wel gegeten. Ja, maar goed. Toen vonden we het niet lekker. Maar toen, toen kenden we sushi ook nog niet echt. En ja, nu ken ik het wel. En eigenlijk is het helemaal niet zo vies. Nu hebben we het gewoon gekocht. Dus dat vind ik wel geinig. Dus dat is leuk om een keer te doen. Maar voor ons, ik doe het niet zo snel weer. Jij moeders, wat vind jij ervan? Ik vond het ja, leuk om een keer te doen met mijn dochter natuurlijk. Het is altijd leuk om iets nou te proberen. Ja. En we hadden behoorlijk veel rommel ervan. Ja, dat ook inderdaad. Maar net wat Nancy zelf zei, nee. Als je sushi eet, ja. En vooral als je iemand dit nog niet, sushi's kent. Nee, is dus geen aanrading. Dat is geen aanrading. Nee. Aanrading. Maar. Nee.
Ach ja, weten we dat ook weer. Nou, ik ga weer naar huis. Dat was gezellig. Ook al was de sushi een beetje mislukt. Maar goed, we lachen nog. Ik doe zo. Ja, nou, leuk. Doei. Was gezellig mij hoor. Ja, vond ik ook. Volgende keer doen we weer iets anders. Ja, niet dit. Nou, wel thuis. Heb je mee als je thuis bent? Ja, zal ik doen. Koud wel, hè? Ja, oh. Vandaag de wind alweer in. Nou, doei. Ik kan wel rijden. Ja, zou ik ook doen als ik jou was. Doei. I love you. Oké, doei. Zo, ik ben inmiddels thuis. Het is al 11 uur. En ik ben eigenlijk best wel moe. Misschien kan je het ook wel zien. Ik ga met mijn kupper zo even afhalen. En gewoon even klaarmaken voor bed. En wat je op de achtergrond hoort, zijn de varkentjes die nog even aan het eten zijn. Want die hebben nog geen eten gehad, want er is verder niemand thuis. Mijn vriend zit voor werk op de Schelling, dus die was er niet. Dus die hebben nu wat laat eten, maar gebeurt niet zo vaak, maar soms wel. Maar die zijn nog even lekker aan het eten. En dan gaan we lekker op bedje. Dus bij deze wil ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat de vlog niet heel warrig is. Dat denk ik namelijk altijd als ik aan het filmen ben. Maar goed. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel terug bij een volgende video.